Misdaad, verraad en de speling van het lot. Het zijn niet de meest vrolijke en originele thema's, maar Goetzinger, die zowel het verhaal heeft geschreven als voor het tekenwerk heeft gezorgd, weet in 46 pagina's toch een interessante strip af te leveren. Legende en waarheid over Goudkopje begint met twee Parijse bendes die flinke mot met elkaar hebben. Als het uitloopt op een steekpartij en de politie er zich mee begint te bemoeien, moet de koningin van het trottoir, Amélie Haley, alias Goudkopje, zichzelf zien te redden. Het is een verademing dat het nu eens niet de mannen zijn die de hoofdrol spelen in een verhaal over de onderwereld. Nee, de mannen blijken zelfs de speelbal te zijn van de prostituee uit de titel. Als ik de strip uit heb, bekruipt mij een gevoel van leegte. Het is niet dat ik teleurgesteld ben, maar ik moet toch even nadenken. In eerste instantie dacht ik dat dat gevoel kwam omdat het verhaal wat oppervlakkig lijkt. Goetzinger rijgt een aantal situaties aan elkaar tot één verhaal. Maar als ik de strip nog een tweede keer doorblader, besef ik dat het allerminst als los zand aan elkaar hangt. Het heeft allemaal te maken met het karakter van Goudkopje. Ze is door één foute beslissing in de prostitutie geraakt en besluit wraak te nemen op de mannen die haar in deze situatie gebracht hebben. Toch is het geen verhaal van vergelding. De situaties waarin ze zich kan wreken dienen zich als per toeval aan. Maar koelbloedig wraak nemen blijkt niet zo gemakkelijk. Misschien leg ik er te veel in, maar ik zie een tegenstrijdigheid in het karakter van Goudkopje. Aan de ene kant wil ze deze mannen straffen, maar aan de andere kant houdt ze ook van deze misdadigers. Maar ze heeft geen tijd om er te veel over na te denken. Ze is sowieso niet iemand die ver vooruit denkt. Dat is ook de reden dat ze van de ene situatie in de andere valt. Als Goetzinger wat meer pagina's tot haar beschikking zou hebben gehad, zou ze zeker het verhaal nog meer kunnen uitdiepen en interessanter gemaakt kunnen hebben. Haar tekenwerk is in ieder geval weer prachtig. En ook de grafische vormgeving verdient een pluim. De vlakverdeling is prachtig en doet zeker denken aan de Jugendstil die zo populair was in de tijd dat dit verhaal zich afspeelt. Enig minpuntje wat ik kan bedenken is dat de ingekleurde tekstballonnetjes soms wat donker zijn, waardoor de tekst wat moeilijker te lezen is. Maar dat is natuurlijk makkelijker te verhelpen met een extra lampje.